Beste Erasmiaan, fiets jij via de Dorpstraat naar school? Let dan goed op, want de verkeerssituatie is hier flink veranderd. Door een bussluis kan je hier nu niet meer met je fiets overheen. Hier is meneer Molsbergen en hij vertelt er iets meer over. Jullie hebben ongetwijfeld op de website van school gelezen dat er een fietsroute naar de school toe gewijzigd is. Ik ben daar een paar weken geleden ook voor naar de gemeente gegaan en gezegd van ik zie al wat er dadelijk gebeurt. Iedereen is gewend om daar gewoon te fietsen. En binnenkort is dat toch wel erg gevaarlijk. Deze nieuwe fietsroute is voor het belang voor leerlingen die komen vanaf Holkeveen, Pijnakker, Het Dorp of Meerzicht. En bovendien zie ik politie al staan die bekeuringen gaat uitdelen. Is het niet mogelijk om daar wat meer aandacht aan te besteden? Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. Als je toch over de busluis rijdt, maak je kans op een boete van 35 euro. Dat zijn 35 euro hamburgers bij de McDonald's. Dus hou je geld lekker in je zak, zou ik zeggen. En ik weet nog niet waar het... Overal in school op de prikborden hangt nu een plattegrondje. Het is belangrijk dat je er even op kijkt hoe je wel naar school kan fietsen. Anders kan het gewoon echt gevaarlijk worden en kan je ook echt een boete krijgen. Doe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Ik ken je nog niet. Het is echt veel veiliger. En bovendien, het vermijdt dat je toch een fikse boete kunt krijgen. Want dat gaan ze op een gegeven moment wel doen. Dus ik adviseer jullie dringend om nog een keer goed naar de plattegrond te kijken. Zodat je de goede alternatieve route weet te vinden naar school. Succes met fietsen. Let goed op. En zet een helm op als je op de scooter zit. Maar je lijkt op Barbie en het zou kunnen liggen aan die vijfde party. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en oh zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trend, skip de trend. Dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen. Onderweg...